Snik in de Nacht is de titel van de jongste uitgave van de Stichting Clark Eckert Foundation, CAF. In het boek zijn 15 verhalen opgenomen die voortkomen uit de schrijfwedstrijd Sori U Talenti uit 2021. Stichting CAF wil vooral jongeren inspireren en motiveren om literatuur te schrijven. De presentatie van de bundel vond gisteravond plaats in aanwezigheid van de debutanten, vrienden en kennissen van Stichting CAF. De winnaar, Risa Madar uit 2021, las voor uit het gelijknamig verhaal Snik in de Nacht. Als ook Diego Lapar uit zijn verhaal Sorgo Dagahopu. CAF-voorzitter Mavis Accord zegt dat het de bedoeling is om dit boek verder te laten voortleven. Gezien de doelgroep van de stichting ligt de focus vooral op scholen. We zijn zo trots op onze jonge schrijvers dat ze durven om hun verhaal en hun gedachten op papier te zetten. De bedoeling is dus dat we de launch, het boek gaan launchen. We gaan een eerste exemplaar overhandigen aan een afgevaardigde van onderwijs. Omdat het om jongeren gaat, studenten gaat. Het is de doelgroep waar we een platform geven is tussen de 15 en 30 jaar. En dus onderwijs is daarin heel erg belangrijk. Dus die is ook uitgenodigd om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Door de stichting is het plan opgevat om een donateursactie te starten waarbij personen boeken kunnen aanschaffen voor mediatheken of andere jongeren. Belangrijk is dat de samenleving helpt om de jongeren aan het lezen te krijgen. En zo hebben we dus drie soorten pakketten opgesteld. En mensen kunnen dus die pakketten kopen en een school naar hun keuze kunnen ze dus de boeken doneren. De voorzitter roept de samenleving op om de visie van de stichting te ondersteunen in het voordeel van de jongeren. Een samenleving zonder literatuur en kunst is niet compleet, aldus Accord. Een exemplaar van het boek werd overhandigd aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.